En vol op concentratie hier in het Midden-Oosten. En het lijkt erop dat de Harris een kleine voorsprong hebben. Maar het is nog niet gelopen. Het ging er niet bepaald zachtzinnig aan toe, zaterdagmiddag op het strand van Deurne. Strand van Deurne? Ja, eens in de twee jaar verandert de Deurnense markt met behulp van 120 kuub zand in een groot strand. Ja, Battle on the Beach 2010. Een strijd tussen 30 teams die voor de hoofdprijs gaan met morgen om 4 uur de finale. Het is wel verrekte hard werken zo. Ja, als ik zo om me heen kijk, dan is het inderdaad een echte battle. En ik hoor links en rechts al zuchten en kreunen en vermoeide kopjes. Maar dan ligt meer aan gisteravond dan aan de zwaarte van de spellen. Hey, maar de jongens tegen de meisjes rugby, dat is niet eerlijk, hè? Nee, dat is niet eerlijk, dat klopt. Daar hebben we ook geen regels voor. Dat een mannenteam met minder mensen mag deelnemen dan een vrouwenteam bij dat spel. Veel te makkelijk. Zit er nog erin. Oh. Ik ga er mee, hola! Battle on the Beach duurt voor de teams die het volhouden tenminste nog tot en met zondagmiddag. We hebben ons best gedaan. Hans fabrieksteam tegen Lily Sumerodo. En we hebben ons best gedaan.